Vandaag zijn we in Lent. Daar is op Dierenpark De Kleine Kern namelijk een vierling geitjes geboren. We zijn erg benieuwd hoe het met de geitjes gaat. Nou Riet, fijn dat wij even langs zijn gekomen. Ja. Leuk dat er ook geitjes zijn geboren op deze kinderboerderij. Ja. En hoe vindt u het dat deze kinderboerderij een vierling geitjes heeft gekregen? Ja, het is voor ons ook heel bijzonder. Normaal gesproken krijgt een geit één of twee, hè, hooguit. Ze hebben ook maar twee spenen, hè, dus de natuur heeft het allemaal prima geregeld. Mijn verbazing was groot toen ik hier 's middags kwam en de staldeur opende en vier van die kleine toetjes me aanstonden te kijken. Ik heb echt twee keer moeten kijken. Echt zo van, jee, dit is ongelooflijk. Alles is gezond, alles is, doet het prima, dus helemaal leuk. We zijn er hartstikke blij mee. Ja. Dus misschien wil je wel even een kijkje nemen. Ja, laten we nou eens gaan kijken bij de geitjes. Oké. De geitjes zijn nog gescheiden van de andere dieren, omdat ze nog aan andere dieren moeten wennen. Wel mocht onze verslaggever Jari een geitje vasthouden. Kijk. Ja. Zijn wel leuke beesten. Wil je er even vasthouden? Ik kan het wel proberen, ja. Nou, ze bijten niet hoor. Nee. Kijk, dit zijn ze. Ja, laat je maar horen, vrouwtje. Hè? Ja. De meisjes zijn het grootst. Ja? Ja. En is dat altijd zo bij geitjes? Nee, dat is gewoon puur toeval. En, dit is Pien. Ja, en dat is Benjamin. Dus dat is dus Benjamin. Ja, dat is Benjamin. Dat is wel een leuk geitje, ja. Ja, maar als je nu al naar de poten van de dames kijkt, dan zie je dat het stevige meiden gaan worden. Voor de verzorging is een hoop geld nodig. Het is nog niet duidelijk of alle geitjes op het park kunnen blijven. Daarom hoopt Riet dat er mensen zijn die het dierenpark willen ondersteunen. Kunnen alle vier de geitjes blijven op dit park of is dat nog niet zeker? Dat is nog niet zeker. Nee, dat is nog niet zeker. Dus ik hoop dat ze... Dat het stukje in de krant en dat jullie berichtje daartoe bijdragen dat mensen ons willen ondersteunen. Ja. En dan kunnen ze naar onze Facebookpagina gaan, De Kleine Kern. En daar staan ook alle foto's op, daar staan onze bankrekeningnummers op. En elk bedrag in welke vorm dan ook is gewoon welkom.